Nou, Rogier, 0-1 verloren. Waar lag het aan volgens jou vandaag? Nou, ik denk dat we collectief gefaald hebben. Ik denk dat het andere niveau is wat we kunnen brengen. Ik denk dat we individueel aan de bal wel heel slecht waren. Dus als team hebben we gewoon gefaald wat dat betreft. Ja. Ik denk dat je een rot goal tegenkrijgt en voor de rest niet heel veel weggeeft. Alleen ook niet genoeg creëren en Os een beetje in de wedstrijd laten komen. Zeg. Ja, hoe bedoel je Os in de wedstrijd laten komen? Heel slordig. Eerste helft veel te veel momenten slordig. Ja, en dan... Dan geef je ze ruimte voor om te voetballen, elkaar te aanvallen en dan help je ze eigenlijk. En, dat is niet de bedoeling. Nee. Slordig in balbezit ook vooral? Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we te veel een beetje in het trechter door het midden probeerden aan te vallen. Ja. Terwijl juist de ruimte wat meer aan de zijkant lag om daarna voor de goal te komen. Natuurlijk wordt het ook lastig als je 1-0 achter staat. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het van onze kant niet goed genoeg is. Ja, uit de eerste instantie probeer je een vrije man te zoeken. En die konden we niet in de as vinden dan via de zijkant. Uiteindelijk, voordat we hem gevonden hadden, waren we hem ook vaak kwijt. En dan kom je heel veel in het omschakelen. Nou, dat kost energie. Maar goed, ik denk dat we wel energie geleverd hebben. Dat hebben we dan wel gedaan. Alleen ja, aan de bal was het gewoon niet goed genoeg. En dan kan ik zeggen, Jantje was niet goed genoeg, maar ik vond ons allemaal niet goed genoeg. Nee. We hebben nog wel proberen te wisselen om daarin wat te brengen. Nou ja, dat pakte ook niet goed uit. Of dat pakte niet goed uit. Dat pakte niet zo uit zoals we het gehoopt hadden. En uiteindelijk heeft Os verdiend gewonnen. Ja, nee, dan weet je dat ze gevaarlijk worden met dode spelmomenten, hè? Want veel geef je niet weg. Dan geef je wel een vrije trap, Siep dan, aan de zijlijn. Geeft eigenlijk die vrije trap weg, voor jou? Ja, ik kan dat moment niet zo heel goed meer voormalen. Maar we weten dat ze daaruit gevaarlijk zijn en dat hebben we ook geanalyseerd. Alleen ja, op sommige momenten geef je wel eens een vrije trap weg en dat moet ook kunnen. En dan nog had hij er niet in gehoeven, denk ik. En werken we hem het eerste moment weg, wordt hij nog een keer ingebracht. Ja. Ja, en dan rolt hij net op de lijn, over de lijn. Ja, heel vervelend. Ja. Dan zie je toch dat jouw team altijd weinig weggeeft eigenlijk. Hè? En dan is het één dode spelmoment door een overtreding aan de zijlijn. Kijk je daarna nog naar? Ik denk exemplarisch voor de wedstrijd. De overtreding die je al maakt is één. Daarna schiet Randje loopt volledig over de bal heen bij de eerste bal. Daarna hebben we de kans om een voorzet eruit te halen. Dat is de tweede. Daarna lopen we elkaar over de doellijn. Dat is de derde. Dus als je de wedstrijd in een minuut wil samenvatten, moet je dat laten zien. Want hoe kijk je terug op je eerste maanden bij NEC? Sowieso een hele fijne club. Fijne tijd. En dit is de eerste wedstrijd die ik verlies. Ja. Net die het uitgesproken is. Ja. Één verliespartij betekent niet dat we de hele eerste seizoenshelft hebben weggegooid. Alleen het is natuurlijk wel een zure afsluiting. Want je haalt Bruin en Barreto eruit. Hè? Bruin, had hij wat? Of was het gewoon om even wat nieuw bloed met Beekman bijvoorbeeld? Ja, ik vond hem gewoon niet goed spelen. Nee, maar ik vond hem passief en niet actief in balbezit. Niet actief als we de bal niet hadden. Ja, dus dan ga ik je wisselen. En, dat kan, hè. Je kan een keer onder je niveau spelen en je kan een slechte wedstrijd hebben. Maar we hebben spelers die er dan in kunnen. Ja, dat is niet gelukt vandaag en dat is jammer. Ja, gelukkig duurt die winterstop niet lang, hè. 2 weken. Dan mag je weer in Veens nemen tegen Telstar. Klopt, 6 dagen zelfs maar. Okay, 6 dagen en dan mogen we weer trainen. Dus, ja. Het is wel even goed om je op te laden qua fysiek en mentaal. Ja. Maar inderdaad ook niet zo lang dat je... vergeet waar je mee bezig bent, of laat ik het zo noemen. Je blijft wel in deze flow zitten, denk ik. Dus dat, en we moeten ook dus niet vergeten wat we hiervoor neergezet hebben. En, kijk, we hebben wedstrijden gespeeld die beter kunnen. Mm-hmm. Dit moest zeker beter. Maar daar zijn we ook aan het werken. En, we krijgen weinig goals tegen, dus die basis is er. Ja. En van daaruit moeten we verbeteren wat nodig is. Ja, dat is nu wel moeilijk, omdat je natuurlijk zuur bent van de nederlaag. Ja. Je laat een kans liggen om een gaatje te slaan naar onder en aan te sluiten naar boven. Dat hebben we niet gedaan. Ik denk dat we wel op de goede weg zijn als team. Je zegt zelf ook met een jong team dat de jonge spelers zich aandienen. Het is lastig om daar nu heel positief op terug te kijken. Alleen dat moeten we gaandeweg de week doen. En uiteindelijk moeten we ons verbeteren. Want uiteindelijk moeten we de wedstrijden beter gaan winnen. En dat is de uitdaging. En waar ligt met name nog te verbeteren, vind je?
Ja, kijk, jij zegt net de organisatie is goed, tegen weinig weg. Dus dan dat wel een basis is. Ja, aan de bal moet het beter. En zullen we betere keuzes moeten maken, ook in de eindfase. Wanneer gaan we voor eigen succes, wanneer spelen we de voorzet. Ja. Daar zullen we dynamisch in moeten zijn. Dus ja, daar ligt nog genoeg werk voor ons in het vooruitzicht. Ja. Fijne kerst. Succes in ieder geval. Ja, jullie ook. Dankjewel. Dankjewel.